Wat is jouw aanvankelijke waarnemingen? Nee, dank je, Theo. Die waarneming wat ik heet, klonk beloven. Die eerste presentatie wat ik nog bij je geniet, is gekomen van Antonio. Hij is een Spanjaard. En hij heeft nog gepraat over die vier bedrijven, die vier boerderijen. En die navorsing wat hij heeft en die inlichting wat hij ingezameld heeft. En het was nogal bij je leerzaam. Die ander was maar net een inzetting wat ons gekregen van ELVO. Over hoe die driedaagse programma daarna gaan uitzien. En wat die inhoud is van elke programma en die leermateriaal rondom die vier modules wat ons hier gaan doen voor de volgende 3 jaar.